Zo mannen, voorzien van de waterratten. Ja. En we hebben dit jaar een bijzonder jaar. Maar ik zou zeggen, stel je eerst even voor, Wim Bussen. Ik ben Huub Koenen en ik ben Vors Huub van de waterratten ook. En Wim zijn weer. Ik ben Patrick Verstegen. Ik doe de volledige jeugd bij de waterratten bestuurslid. En samen doen we onder andere het jubileumcomité. Ja, want dit jaar is voor u een bijzonder jaar. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? We zijn 6 keer 11 jaar. 6 keer 11 jaar. 66 jaar vaste lovend in Ool. Aan de Maas. Moet weer een geweldige happening nog gewoon beleven. En dat gaat beleven, die belevenis gaat plaatsvinden op 2 en 3 februari. En ik denk dat Patrick, die ook in het jubileumcomité zit, dat hij dat heel goed kan toelichten wat er gaat gebeuren. Dan zijn we eens benieuwd. Wie ziet dat uit, dat jubileumweekend? Dat jubileum ziet er nou geweldig uit. Want u zei het, voor zaterdagavond hebben we een schitterend in de Oleander met Wiers en Spitsen. Ja, dat werd natuurlijk volle bak. Dat is gewoon één groot feest werd het. Zondag beginnen we met een jubileumgala. Vanavond 11 uur 's morgens met diverse Limburgse grote artiesten. En dat ja, natuurlijk heel laag door tot zoals laat, joh. De Waterrat is een schoonvereniging en ik zeg al 6 keer 11 jaar. Die hoor je dat al 6 keer 11 jaar vol, zeg maar. Dat is leven en leed samen delen. Dat is met ups en downs. Is dit jaar geslaagd, zeg je? Dit jaar, dat is geslagen al. Voor ons is dat al geslagen. En de geurs het zelf al aankarmen. Zeker als leef en leid. De geurs het heel goed aan als dat gedeeld werd. En dat werd bij ons gedeeld. Op alle fronten, ja, nu heel zeker. Nou, de gebeurtenis met Olderhof. Maar goed, ook dat. Er werd getreurd. Er werd een lach en een troon komt erbij kijken. Maar die lach, die wil Jan Teunissen absoluut. Dat hij op het gezicht bleef. En dat was in de wens. En dat gaat ook door. Dat gaat absoluut door. Dat hebben we beloofd en dat gaan we ook nakomen. Ja, dit gaat natuurlijk om Jan Teunissen. Dat snappen we heel erg goed. Een groot verlies voor hart. Een heel groot verlies. Ja. Maar hij had ook een schoon hart voor de vastelovend. En een groot hart voor de waterratten, of niet? Ja, ja. Ja, Jan heeft zelf ook voor eigenlijk alle vergaderingen met Jan persoonlijk eigenlijk samen alles doorgenomen, gesproken. Jan wilde ook het voortouw nemen. Hij had ook gezegd, jongens, ik wil dat we het zo gaan doen. We gaan een geweldig weekend neerzetten in de Oleander. Ze strollen voor goed zetten. En na toen op het laatste moment Jan met ons alles inderdaad doorgenomen en inderdaad met geregeld. Ja, ja, een schone man. Ja. En ik weet zeker dat in zijn hart Witter dat je er ook een heel schoon jubileumjaar van gaat maken. Zeker. En een heel schoon seizoen. Ja. Je hebt ook een heel schoon gezelschap. Hè? De prinsen die met zich metrekken. Maar je hebt ook een hele grote rot van 11. En wat ook heel belangrijk is, de dames natuurlijk, erachter, zeg ik altijd. Want ja, die staan er even. Ja. Maar wat nog belangrijker is, zijn nog vrijwilligers. Of niet? Ja, zeer zeker. Ook dadelijk ja, met zo'n weekend, als ze nog eens voor werkindeling. De hulp is toch ontzettend veel. Vrijwilligers nodig, hulp nodig om toch na het zonneweekend te kunnen gaan draaien. Want ik heb toch wel een hangen bekijken. Ja. Kijk, zo'n zaterdagavond weer zo'n spitsen. Als we rond de 400 man binnen hebben, ja, dan kunnen we toch wel gaan bekijken. Ja. En dan kan ze blijven dat ze toch van links en rechts mensen zeggen van, als ik kan helpen, ga zeg maar, plan me maar in, ik wil wat ik kan doen. En dat is gewoon schitterend, ja. Sean, wat zou ze tot slot als Vors nog willen zeggen tegen de waterratten en tegen misschien iedereen van Remmen? Ik wil tegen iedereen van Remmen en zeker die naar deze uitzending kijken, maar ook luisteren, als het op de radio komt natuurlijk, willen we ze iedereen natuurlijk een fantastische vastelovend wensen, dat staat voorop. Maar de waterratten wil ik persoonlijk als Vors, ik doe al een heel aantal jaren en nog steeds met een groot hart, en dat hoop ik als God dat toeleut, Godzijdank dat ik dat nog lang mocht kunnen blijven volhaaien. Ja. Wat ze net zei is, ik wens ze allemaal en zeker met het jubileumjaar een fantastische vastelovend toe. En het gaat nogmaals, Kamer, het gaat absoluut lukken in Ool. Eén ding wil ik nog kwijt als dat mag. Wie Patrick Verstegen, die hier neven me staat, die heeft een zaak in Herten. Daar zijn nog free kaarten. Als er mensen misschien dit zien of horen, ik wil daar. Nou, dat kan natuurlijk. Maar het is nog beperkt. Maar er zijn nog kaarten voor de zaterdag, niet zoveel meer. En voor de zondag zijn ze binnen op, wat ik begreep. Ja, dat kan Patrick beter even toelichten. Ja, de zondag, dat is inderdaad zo goed als gedaan. Er zijn nu de laatste kaarten, die liggen nu op een plank. Maar ja, voor de zondag hebben we nog wel geld kaarten. Omdat, ja, zondag kunnen veel meer mensen kwijt. En inderdaad, ik heb het Huub zei, bij Joos en de Winkel, bij Glorioos en Herten. Ja, ze zijn de kaart te koop. Nou jongens, tot slot wil ik nog tegen u zeggen. Een heel schoon jubileum. Dankjewel. Voor alle waterratten, dankjewel. Groot en klein. Een hele schone vastelovend. Dankjewel. Dankjewel. Ja.